Ja, we zijn hier vanuit Nijverdal. We zijn bij een buitencentrum. Nou, hier zijn de kinderen van het Fantasiaplein bezig. En het groen nog even bezig. In orde maken. Dus plantjes gaan ze weer uitdelen. Achter de schermen is veel gebeurd. Hier de moedertjes en de kindertjes van het Fantasiaplein die als bezig zijn om de plantjes in de potjes te doen. Het leuke van de kinderen is dat ze, ze zijn kindvriendelijk. Een leuke bij op de kop. En Emma, onze vlinder. Kom er even op. Je zit al geweldig. Ik vind het nu al leuk. Kom even op het podium staan. Kom even op het podium. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ik was eerder in de Tromstraat, maar dat zag er iets anders uit dan dit. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik zou zeggen, de Tromstraat, de Tromplein is er eigenlijk in Geenemuiden. Jullie pitch, 1 minuut, gaat nu in. Zo, Fantasia Plaza. Kijk en geniet van een minuut film. Het meest kindvriendelijke plein van het Oostelijk Holland. Buurman Eef, het is hier zo saai. Kunt u er misschien iets aan doen? Nou, dat is toevallig. We zijn er net mee bezig. Kom maar even binnen. Het is de bedoeling dat hier straks allemaal gaan en palen komen te staan in bomen. En de weg wordt helemaal dat patina gekleurd. Alles wat je hier groen ziet, dat is allemaal mos op het dak. Zo, hier zijn we dan. Nou, de kraanfinale. We beginnen nu. Leuk. Ik liep hier eind februari heen door Geenemuiden, want ik heb een filmpje gemaakt bij de mensen van de Tromstraat in Geenemuiden. En toen liep ik met dit jasje aan. Op zaterdagochtend in Geenemuiden, dan val je wel op. En ik liep daar over straat en er kwam net een meneer die kwam daar voorbij met die was denk ik op weg met zijn volksnaam. Dat is gewoon zo'n hark achterom, zo'n oud mannetje of zo'n kraak en fietsje, weet je. Die komt voorbij en die ziet mij vol in de remmen en dan in één keer, het carnaval. Of is als een volksnaam ineens in die zaak gevat. Goed, welkom terug. Goed met spanning. Wat jij kan. Als je gaat voor groen, Geenemuiden op het podium, dat ziet er vrolijk uit. Kleuren op de muur, een speeltuin in de zon. Ze gaan vooruit, ze gaan voor groen en een stuk minder beton. Het asbest weg, alle vogels van de leg. Want de bomen die verdwenen en de straat werd veel te stil. Al het leven leek verdwenen, alles koud en kil. Nieuwe groei zal dus wel moeten. In de modder met je blote voeten.
voor en ook erna. En het laat wel heel mooi zien wat ze daar gaan doen. Bijen, bloemen, bomen, de vogelslag wordt groen. Onze straat mag wel wat groener. Hey, maken plannen met de wijk. Alle buren doen mee. We gaan voor biodiversiteit. Lekker spelen voor de kinderen. Of goed voor het klimaat. Wat wordt in Overijssel de allergroenste straat? Anderhalve kilometer saaiheid gaf Hengelo een prachtig idee. We maken daar een boomgaard en een bloemenzee. Ook in Dalfsen doen ze mee. Gaan de auto's minder razen. Dat pleintje vol met steen verandert in een groene oase. Heel de straat. Paraplu's en platte grond. Straks kan het water beter weg. Is de natuur hier weer gezond? In Almelo zijn ze al begonnen. Dat is best wel slim. De tegels zijn eruit gehaald. En de plantjes gaan erin. En bloemen in plaats van stenen. Onze straat kan wel wat groener. We pakken het aan met de wijk. Alle buren die doen mee. We gaan voor biodiversiteit. Lekker spelen met de kinderen. Maar goed voor het klimaat. Wat wordt in Overijssel de allergroenste straat? Oh, zie wat jij kan doen als je gaat voor groen. De Christinastraat in Kampen leidt de regen aan het pand. Ze geven een demonstratie, dat oog wel interessant. Ze gaan voor een tuin die groeit. Het hele jaar in bloei. In Raalten minder parkeer. Meer planten, tuinen, boom. Speelweiden en pluk fruit. Ze durven grote dromen. Deel auto en geveltuin. Zet de Raalten op de kaart. Ben je nog niet overtuigd? Proef dan vast van de tuin. En in Enschede zijn ze nog bezig. Een plan vooraf is altijd goud. Bewoners trokken aan de bel. Voor de wijk was afgebouwd. En er is nu al wat geslaagd. Aangepaste plannen voor de Delystraat. Dus. Weet jullie hem nog? Dus probeer. Onze straat mag wel wat groener. Maken plannen voor de wijk. Alle buren doen mee. Biodiversiteit, yes. Lekker spelen voor de kinderen. Of goed voor het klimaat. Wat wordt in Overijssel de allergroenste straat? Wat wordt in Overijssel de allergrootste straat? Jan, mag ik jou even naar voren vragen? Want laatste drie prijzen van die 20.000 hebben ook nog een bonusprijs als jury. Een van die drie categorieën gaat ook nog naar huis met een bonus, hè?
Ja, we hebben gemeend om de straat die op alle categorieën het beste scoorde nog een prijs te geven. Bovendien was het de straat die een heerlijke bramentaart had gebakken. Dus de Stationsstraat krijgt weer een bonus. Binnen de straat, mag ik jullie vragen naar voren te komen? Jullie krijgen uit handen van Hester Mai persoonlijk de cheque overhandigd. Die cheque die hebben we hier. Die kunnen jullie gebruiken om jullie straat een stuk groener te maken. En er is ook nog een straat, een bonuscheque van 5.000 euro.